Wij zijn voornemens om die opleidingen te erkennen. Het beleidsgebied religieuze aangelegenheden valt onder binnenlandse zaken. En vanuit dat oogpunt worden er ook geestelijke voorgedragen, betaalde geestelijke. En wij zeggen, het is alleen maar goed als wij standaardisatie brengen in de opleidingen. Want nu hebben we dat niet en nu kunnen wij daarom ook geen evenwichtige beoordeling geven aan de bezoldiging bijvoorbeeld van de geestelijke. En ik heb altijd al gezegd, de religieuze diversiteit is de kracht van onze natie. En daar moeten we ook voor zorgen dat we in ieder geval weten wat voor opleiding wordt gegeven, want je kan niet zo zijn, je bent geestelijk en je weet niet eens een stuk uit je heilige geschrift te kennen. Ja. Van welke geloofsovertuigingen zijn er? Allemaal, dus van de moslims, de christenen, de hindoes, broeders en zusters, wintibeleiders, van allemaal willen we indien er is de opleiding erkennen. Omtrent het vraagstuk van de ambtenaren waarover een hele heisa gemaakt was, en hoe zit het dus... Qua informatiestrekking naar de gemeente? Ja, daar had ik al op geantwoord. Het is nooit de bedoeling. Ik heb nooit gezegd dat er 30.000 ambtenaren worden ontslagen. Wij zijn wel bezig met het hervormen van de overheid, maar dan met een goede aanpak en een goed plan. Als wij mensen vrijwillig de dienst gaan laten verlaten, dan gaan wij ervoor zorgen dat het de moeite waard is.